vreemde. Een huwelijk volhouden is natuurlijk hard werken. En zeker weten als het een huwelijk gaat van twee hardwerkende mensen zoals Emiel en Mona. Wat? Je hoeft de namen Emiel en Mona hier maar te laten vallen. En we weten allemaal over wie we het hebben. Emiel en Mona. Emiel? Emiel is altijd bezig. Altijd. Aanstekers. Kopen. Aanstekers. Verkopen. Aanstekers. Opkopen. Supersmokers. Roken. Supersmokers. Verkopen. Supersmokers opslaan. Dat het zo is. Mona is altijd bezig. Mona. Teksten ontvangen, teksten verzinnen, teksten verbeteren, teksten typen, taarten bakken, taarten eten, taarten uitnodigen. Dat zijn Emiel en Mona, de voeten uit. Druk als kleine baasjes en altijd een opbeurend woordje klaar om hun vrienden op te beuren. Ja, Emiel en Mona zijn maar... Emiel is vooral de aparte. Een hele aparte, echt waar. Dus,